Hey kijkers van Kijkers Games, we zitten weer kijken naar een gloednieuwe video. Vandaag spelen wij een nieuwe horror game genaamd Soma. En ik heb één klein stukje ervan gespeeld. Jij hebt er nog niks van gezien of helemaal gespeeld. Helemaal niks, nee. Dus we duiken er eigenlijk blind in, want ik heb ook nog maar één part gespeeld eigenlijk. Ik ga niet eens vertellen waar het over gaat. Ik druk op nieuw game. En nee. Van mij mag jij eigenlijk wel gewoon beginnen, omdat ik het eerste deel sowieso al gezien heb. Ja, damn it. Dus ik schuif dit een beetje zo naar richting jou. Here we go. Nou, ik hoop dat de controls een beetje hetzelfde zijn als Outlast. Reality is that which when you stop believing in it, doesn't go away. Are you okay, Simon? I think you're bleeding. Oh, that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Here, take this. No, that's for later, for the scan. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, it's not. Simon, like please don't make this weird. You're bleeding in the car. Yeah, no. Simon, please don't make this weird. Who's David Lynch? Why is there never enough time? For what? Christ. That's an intense vibration. Oh, whoa. Yeah, I'm up. Hi, Simon Jarrett? Yeah, that's me. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. Well, I'll see you in a couple of hours then. Okay, see you soon. Downtown accident kills young women. Oh, dat zal ons accident wel geweest zijn. Toch? Dat denk ik ook. Get well mom. Soon. So sweet. Bril omlaag. Ja. Yeah. That's how we do. Yeah. Tanden poetsen? Oh. Come on, radioactive tracer fluid. Where are you? Ik vind het leuk dat hij dingen zegt. Ja. Yeah. Tussendoor. Dat heb ik helemaal nog nooit meegemaakt bij een horror game. Nou oké, laten we die treasure fluid maar even gaan zoeken. Waar zou je dat bewaren? Ja, in de keuken zou ik denken. Toch? Of in je koelkast? There it is. Oh. Is dit het? Waarom zou dat tussen je borden neerleggen? Ja, geen idee man. Ik heb hier heel lang naar gezocht deze keer dat ik het speel. Ja? Ja, ik heb in de badkamer gezocht, in de koelkast. Waar heeft hij dat spul in de gezet? Koelkast! Dat is niet de koele kast. De tafel? Hoor jij ook muziek? Waar is dat spul? Ja, ik weet niet. Zit het in de mok? Waar hebben wij dat spul gedaan? I really should drink the tracer fluid before I go see Dr. Munch. Ja, waar heb je dat gedaan dan, vent? Ah! In het medicijnenkastje. Ja, ja, ja! Hehe! Kevin, when does something scary happen? I don't know. Aww. Soon enough. I hope so. Oh, waar de fuck zijn we nu weer dan? Opeens. Hallo? Dr. Munchie? Ik had nu al naar huis gegaan. Nee, toch? To be honest. Als je... Zijn gewoon aan het verbouwen. Ja, zijn gewoon aan het verbouwen. Where is everyone? Thought this place would be busy. 000? Zal wel niet. Oké. Ik wil weg. This is the place, right? It must be. Let's just call Munchie real quick. Great. Got his phone turned off. That's fucking okay. David. I can figure this out. I can figure this out. Okay. Onze eerste puzzel. Vind de code. Yes. Vind de code. Zou dat de code zijn? 2501? Oh, die heb ik nog niet eens gezien. Ik zat naar 56 te kijken. Daar. Oh ja, ik denk het. 2501. Ik onthoud het. Oh my god. Oh yeah. Ja, baby. Oh yeah. Hallo? Hallo? Oh nee, ik haat het als ze nu leren hoe ik moet rennen, want dan heb ik dat nodig. Zijn we er klaar voor? Yeah. Hallo? Oh. Zal ik deze dicht doen voor de zekerheid? Ik vind het helemaal goed. Ik vind een beetje eng eigenlijk. Kan ik de lamp aan doen? Waar? Daar. Yeah. Ik vind het heerlijk dat een game nu gewoon een lampenoptie heeft. Dat hebben ze nooit in horror games. Yeah! Stab them. Yeah. Oh, gooi hem weg. Oké, nou ja, dan gaan we maar weer. Houdoe! Houdoe! Ik heb gewoon explosief gevaar, stond op die andere deur. Echt hè? Oh, damn. Hello? Oh, hi. Didn't hear you come in.
Simon Jarrett, right? Dr. Munchie? Well, it's just Mr. Munchie, but I'm working on Munchie. It. Munchie, klinkt ook echt niet aan. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah, it's a study I'm doing with my colleague Paul Berg. Oh, did you take the tracer fluid? Yes. Kijk, yes, ik wou dat zeggen, zijn ogen, je gaat echt overal heen. We can start whenever you're ready. Ik zou daar niet vrijwillig in gaan zitten, to be honest. Hij is er helemaal klaar voor. Damn. Dit zou best wel eng zijn met VR-bril op. Ja, denk say cheese. Cheese. Dat leek niet op een normale scan. Well, that was just great. I don't have my picture taken like that. Dit was de game, vond je het leuk? Nou, viel wel mee. Oh. Nou. What happened? Ik vond hem enger dan Amnesia. Ja, ik ook. Hallo? Oh damn, ben ik nu naar een andere dimensie ge... Mr. Munchie? Zapt of zo. Did something go wrong? Did something go wrong? Mr. Nee. Munchie is, is nowhere to be found. Oh damn, I'm gonna go back. This isn't funny. How did I get here? Kan ik niet zo'n pak aan doen? I can figure this out. I just need to stay calm. We need to make things worse. De Omni-tool moet je vinden. De Omni-tool. Kan ik hier ook iets mee? Nee, oké. Okay. Een Omni-tool, hoor je kring? Kan ik hier niks? Kom maar eens mee, stoel. Oh. Oh, oh ja. Hoe gooi ik dingen? What the fuck? Ik weet niet. Oh. Zo dus. Dat is een stevig raam hoor. Dat deed ook totaal geen pijn. Niet glasscherf of zo aan de zijkant. Het is eng omdat ik ook niet weet wat ik moet verwachten. Ik weet niet wat voor soort game dit is. Ik ga lekker niks vertellen. Het ziet er niet uit als waar we waren in ieder geval. Een wc. Nee, inderdaad. What the fuck? Oké. Okay. Thee! Yeah! Yeah! Pak het op, neem het mee. Yeah, yeah, yeah. Ik vind het wel leuk dat dit heel gedetailleerd is. Dat je alles kan pakken. Ja. Yeah. Nou, hier weer niks te zoeken. Hier zullen we wel wat te zoeken hebben. I guess so. What the fuck zijn dat nou weer? Waarom is het zo aan het... I don't spacen? Know. I don't know. You know, don't you lie. Kunnen we ook hiden? Oh nee. Kan je überhaupt hiden in dit spel? Nee? Dit is geen hiden volgens mij in dit spel. Shit. Dat is bij Amnesia. Kon je daar hiden? Ja, dan kon je ergens achter zitten of zo. Ja. Yeah. Niet ergens in, toch? Nee, maar je kon ergens achter zitten, ja. Do that. Come on. En nu? I don't know. Oh, volgens mij moet ik rennen for life, man. Een open raam nog. The fuck was dat dan? Dan weet ik ook niet wat dat was. De deur is open. Ik krijg nu al de zenuwen van het spel. Oh,
gewoon dat je geen idee hebt wat er aan de hand is. Ja, inderdaad. Of waar je heen moet. Ja. No. Ik ben niet verder, veel verder gekomen dan dit, kan ik je vertellen. Oh. Om een reden of gewoon omdat je gestopt was? Ik wilde niet. Oh. Niet in mijn eentje in ieder geval. Dus ik vind het prima zo. Ah! Oh, godverdomme. Crouch. Central. Wat is de control ook weer? It's so dark. Was het een soort safe spot of zo? Is die deur nou open? I don't get it. I don't get it either. Dat is niet bij mij gebeurd namelijk. Oh. Ik heb dat slot erop laten zitten. Kijk hier, de Omnitool. Is dit de Omnitool? Nice. I guess take so. This please. Let's go. Moeten we naar dat ding brengen waar we waren. Nee, we moeten nu naar de service control center, toch? Of nee, was dat? Die Omnitool had je nodig om de service panel te openen. En de service panel had je nodig om die stoel terug te activeren of zo. Ik weet niet precies. Ja, maar waarom is dit dan open? Hier zullen we ook wel mee moeten voor een reden, neem ik aan, toch? I don't know. Ja, dat denk ik zo. Oh shit. Daar is die gang waar we vandaan komen. Hier komt sowieso jumpscare, hè? I don't know! Ik ben nooit zo ver gekomen als dit. Swipe dan. What? God damn it. Why not? Dan moeten we toch terug naar die kamer, ja, denk toch. Ik. Misschien dat je wel dat hek kan openen vanaf deze kant. Nee, is het zo'n... slot op. Ah. Overal. Ja. Shit! Nou, ik denk dat het base van de jumpscare wel weg is nu. Ja, denk je? Ik denk als we teruggaan, dat we hem wel tegenkomen hoor. Ja. Oké, okay, we zijn één weg nog niet ingegaan. We hebben nog niet heel veel gezocht verder. Nee. In die kamer. Nee, maar er is één weg waar we nog niet heen zijn gegaan, namelijk. Give it to me. Nee, ik kan hem niet pakken. Niet? Oh, toolbox! Hey. We zijn zo stom! What the fuck? Ja? Ja. Oh, het is geen toolbox. Huh? Oh, dit is de toolbox! Oh. En hier zitten al die chips in, verdomme! Ah! We zijn zo dom. Oh, we moeten die chips zoeken! Leuk! Maar nu moet je een daarin steken, denk ik. Ah, ja. Hoppakee! Toolchip found. Maakt het nog uit welke... Nee, ja. Toolchip found. Update. Yeah. Nu gaat hij lekker. Toolchip security updated. Oké. Oké. Dus nu moeten we naar die deur, denk ik. Ja. En dan moeten we nu op zoek naar die Cortex chip ofzo. Welke kant is dat dan op? Welke kant is...
denk sneller. Hier links. Ja. Oh. Dan aan het einde van de gang weer links. Please, laat er niks uit vliegen ofzo. Oh, ik dacht dat het een beest was ofzo, maar het is gewoon een... Weet ik niet. Wow! Dit is wel echt heel tof. Onder water. Man! Hallo? Waarom is het nu safe point? Vind ik eng. Don't like it. Security moest er heen. Security room. Oh fuck, zie je dat? Is dat bloed of is dat... Holy. I guess. Geknetter, hè? Ja. Oh. Shit. Sorry hoor. Oh. Sorry hoor, ik kan dus niks aanraken. Oh hier. Nee? Nee. We're trapped. Ja, what the fuck moet ik hier dan? Oh. Wat is dat dan? Ah! Oh. What was that? It doesn't hurt anymore. Houdoe. Bah. Zullen we wel hierin moeten? Oh. Oh man. I don't think I'm gonna like this. Ik denk het ook op. Nou, welke kant zal ik op gaan? Rechts. Follow the light. Ja. Yeah. If we die, it's your fault. Ja, jongens, Skype, hou je mond. Rechts of links? Ja. Oh, weer zo'n safe point. Safe points zijn zo eng. Station control. Oh, fijn. Ik voel me hier veilig. Voel jij je hier veilig? Ik voel me hier absoluut nog niet. Oh. Oh, kijk. Don't touch the structure gel leakage. Can't confirm its effect on... Wow. And she has been reported, okay? Radio signal blocked. Oh, I'm sorry. Oh, sorry. Oh. Oh, ze is zo schattig. Can you hear me? Ik ga gewoon martelen. Oh no. I need it. Why? I was okay. Sorry, kan je niet helpen? Sorry. Ze is nu dood. Lekker. Nee, ik had juist... Dat is het enigste ding wat een beetje kon praten. Oh, okay. En dan kill je het. Het spijt mij. Ik wilde het ook niet killen, maar ik had geen keus. In het groene moet hij. Ja. Let there be light. Yes. Bitch, jouw schuld. Thanks, bro. Oh, damn, bro. What the hell? Ik vind het wel heel episch. Ja. Maar wat nu, hè? Ja, ik wil die deur open hebben. Ja. Mag dit? Hello, is there anyone there? Hey, can you hear me? I hear you. Absalot, what's going on? I have no idea. I just sort of woke up here. In the room right now? It was like a seat with a helmet. Is that right? What's your name? I'm Simon Jarrett. And what are you... Ah, oh, damn relays. Where are you now?
Someplace dealing with electrical power. I'm not sure if it's a plant or a transformer. Yeah, you're probably in a thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room with the dome ceiling. Hey, look, this place is not... There's something seriously wrong here. Hello? En daar reageren ze heel slim niet op. I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Just listen, head to the comm center upstairs. I'll wait here. Thanks, bro. Heel convenient, net als elk bedrijf. Als er klachten zijn, dan hebben ze het convenient niet gehoord, hoor. The fuck is dit dan? Ja, failing hazard. Oh, damn. Zit op een soort schip of zo? Ik weet het niet. Is het onder water? Ja. Want kan je springen met spaten? Yeah. Ja, je kan wel springen. Jumpscare? Oeh, dacht ik wel. Oh. Damn. Je hebt dit spel gemaakt. Ik heb al zoveel gespeeld, ik weet nou wel een beetje wat er gaat komen. Fuck. Wat was dat dan? Hoorde je dat? Oh fuck! Hij lijkt een beetje op D.Va, zie je dat? Ja, het is gewoon een horror game rondom D.Va. Ja. Nuke this. Damn, ja maar echt, kijk dan. Hij komt naar hier, maar hopelijk niet naar hier. Zullen we rennen? Ja, waar hij vandaan kwam, denk ik. Daar omhoog? Ja, hierheen. Ik ben gespot. Oh nee. Huh? Ah! Oh! Oh! Oh shit! Oh shit! Fuck. Waar moet ik heen? Ja, we zijn wel weer. Nee, ik kan niet! Hij gaat niet! Het is de deur weer dicht. Het is weer rustig. Ik zie de deur dicht. Weet ik niet. What the hell? Oh my god. Ik dacht dat ik robots niet zo eng zou vinden, maar... ID. Kan mijn ID niet changen? Oh shit. Okay. Oh, lockdown process initiated. Check terminal for details. Terminal. Ja. Yeah. 0722. Nou, dat moeten we wel kunnen onthouden. Ja. Yeah. 0722. Hi Carl. La 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 la. Oh. Power management. Ja, weet ik veel wat we aan moeten zetten. Wij zijn nu hier. Ik denk het, ja. En hier is er iets. En als je door gaat, hier is er iets. Hij ligt hier of zo. Ja. Shut down one of the highlight sectors to divert power. Dus we moeten of dit of dat uitzetten. Oké. Om, weet ik veel, iets te doen. Door de andere deur te kunnen opgaan. Ja. We zijn hier nog niet geweest. Nee, daarom. Are you okay? Hi. They look pretty cute. Oh. Some nice little robots. Nice little robotties. Ik kan dit uitzetten. Goodbye. Damn. Oh, wat... Kijk nou. Dat heb jij gedaan, hè? Oh. I'm sorry. En daarom haten ze ons. Ja. Yeah. Dan kunnen we wel door die andere, denk ik. Oh. Ja, moeten we hem eerst nog activeren misschien of zo. Als er zo'n puzzel achter. Ik snap er niks van. Wat moeten we aanzetten? Command center. Is dat aan? Is dat dat? Ik hoop het zo. Zo. Ik denk het niet. Het is nog steeds rood. Oh jawel. Ja.
Je hebt gewoon de puzzel in één. Nice. Oh my god. Hier moest ook heen. Hier zou ze zijn, ja. Yes, please. En nu? Dat is denk ik. Manual input. Oh, hier. Wie moeten we bellen? Wie hadden we aan de lijn? Volgens mij die toch? We waren dit. Wij zijn dit, geloof ik. Ja. Ik geloof dat we... We kunnen alles proberen. Kijk, deze zijn het... Oh, is dit hoe ver ze zijn of zo? Ik denk het. Nou, laten we gewoon al... Ik ga... Begin met die Lambia of zo. Oké. Okay. Let's call. Oh, je moet frequencies opzoeken of zo. So close. Dat is super lastig. Hey, are you there? I found the dome ceiling. Oh, that's better. Simon, was it? Jared. Simon Jared. Hi, Simon. I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where to even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pezos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like, staff or field technicians? Only robots. Crazy ones. This is all so strange. Yeah. You're telling me. What was that? What was that? No! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Simon, come to Lambda. How do I get there? There are train connecting all the sites. Find one and come here. I'll wait for you. What the fuck say you, bitch? Oh my god. Shit, this is echt onder water. Shit, where do I... Moet ik heen? Ik denk wel... Dat dit een mooi einde is van de eerste aflevering. What just happened? De XL aflevering. Oh my god. Wat vind je van de game? Ik vind wel heel tof. Ja. Ja. Ik vind hem ook heel erg vet. Jongens, als jullie willen dat wij hem verder gaan spelen. Ja. Dan moeten jullie dat even achterlaten aan ons. Ja. In de comments. Ja. Of door je like achter te laten. Ja. Wij vinden het heel erg veel vet. Ik ben heel erg benieuwd waar het verhaal naartoe gaat. En welke crazy robots we nog meer gaan tegenkomen. Ja. Als jij er ook benieuwd naar bent, laat het ons weten. En nogmaals bedankt voor het kijken. En zoals altijd vanaf hier zeg ik... Ciao.